Dus wat betekende Kena, de kreet Kena voor jou voordat we aan dit project begonnen? Ja, kutwijf. Ja, precies. Wat een Kena, wat een manwijf. Zo boos en... Het krijgt vaak een andere kleur dan als een man heel krachtig is. Ja, Kena heeft nu wel een veel positievere lading gekregen. Nu is het toch in de eerste plaats de vertolking van Monique Hendricks geworden. En dat is alles behalve dat, maar juist een hele krachtige, mooie, leuke vrouw. In ieder geval vindt ze het vechten belangrijker dan het angst hebben. Het is nu gewoon een vrouw die opkomt voor haar rechten. Er is veel meer liefde bij.